Hartstikke mooie auto, maar een enorm probleem met de user interface. Je stopt de starter in en aangezien dit een automaat is, is er geen clutch. Dus dan moet je het als dus doen. Druk start in. Ja. Keer start. En trap op rempendaal om te starten. En dat werkt niet. En wat je moet doen is start indrukken, ingedrukt houden, dan de rem drukken.